We've allowed the cancer of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values, and there is no freedom without those shared universals. Feit is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse the question: can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists. We hacked into the audience, and then all of a sudden, 300 phones would ring. You know. Welkom dames en heren bij de Nacht van de Grondwet. Mijn naam is Maurice Adams, ik ben verbonden aan de Tilburg University. En het geweldige programma van vanavond is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Bali, waar we te gast zijn vanavond, en Tilburg University. En financieel mogelijk gemaakt, dat wil ik graag vermelden, door het geweldige V-fonds. Het logo hebt u daar straks al kunnen zien bij binnenkomst en op deze video. En het doel van de avond is te onderzoeken wat de relevantie is van de grondwet in maatschappelijke discussies anno nu. En om die grondwet in de tweede plaats meer op de voorgrond van het maatschappelijke debat te plaatsen. Word jij nog vertegenwoordigd in Den Haag? Wordt in Nederland echt iedereen gelijk behandeld? Wie is het volk? Wie hoort er wel of niet bij? Hoe zit dat met Europa? Moet dat niet in onze grondwet worden opgenomen? Of hebben we niet eindelijk een echte Europese grondwet nodig? Of het nu gaat om meer of minder democratie, of het nu gaat om de Zwarte Pieten discussie, of om inburgerings- en integratiekwesties, de grondwet is ons anker in ingewikkelde maatschappelijke kwestie. En toch lijkt er maar weinig plaats voor onze grondwet op die dansvloer vol ideeën over de inrichting van de samenleving. Onze grondwet lijkt ver verwijderd van de alledaagse praktijk, weinig betrokken in ons denken over de inrichting van de samenleving en de oriëntatie daarvan. We hebben het er maar zelden over en de kennis ervan lijkt beperkt. En vanavond zoeken we daarom vanuit artikelen van die grondwet naar een relevantie voor die maatschappelijke discussies. Het wordt een leuke, zelfs intieme avond, hè, zo net voor we allemaal de kerstvakantie ingaan. Jullie hebben een consumptiebon gekregen, je kunt de hele avond naar de bar. Is geopend. We hebben drie gesprekken. En we eindigen de avond met een knallend slotpleidooi van de topadvocaat Gerard Spong. En tussen de onderdelen door is er muziek door studenten van het Conservatorium van Amsterdam. U hebt ze daar juist al gehoord. En dat biedt u ook de hele snelle mogelijkheid, ik zeg het wel zo, de hele snelle mogelijkheid om even een drankje te halen of zomaar iets anders te doen. Na elk debat is er ook nog een slotinterventie door de spoken word artist Sjaan Flikweert. En we hebben een gesprek over artikel 50. Hoe goed worden we vertegenwoordigd? Want dat staat in het artikel van de grondwet. We gaan in op artikel 1, gelijke behandeling en non-discriminatiebepaling. We spreken onder meer met de baas van het Openbaar Ministerie, die zich voor het eerst uitspreekt vanavond. We hebben een spannend gesprek met Marietje Schaken en Lex Hoogduiding over de macht van Facebook en Google. En dus dat slotpleidooi van Gerard Spong. We worden vanavond door de avond geloodst door Lennart Boy. Daar zit hij. En Lennart is niet alleen kunsthistoricus en curator van het Amsterdam Light Festival. Hij is ook lid voor de Raad voor Cultuur en nog veel meer. Maar vanavond ben je dus vooral onze gids door discussies en debatten over de grondwet. Maar voor we daar aan toekomen geef ik eerst het woord aan mevrouw Gerdy Verbeet. Daar zit ze. Ze is jarenlang voorzitter van de Tweede Kamer geweest. De hoedster bij uitstek zou ik zeggen van onze grondwet. En zij zal de avond openen en na die opening wordt ze heel kort geïnterviewd. Ik denk dat we een fantastische avond gaan beleven. Mevrouw Verbeet, aan u het woord. Dankjewel.
Ik vind het wel heel leuk als ik mevrouw genoemd word. Ik word eigenlijk alleen door Matthijs van Nieuwkerk mevrouw genoemd. Verder zegt iedereen altijd Gerdy, maar ik vind het hartstikke leuk dat je dat doet. Ik ben trouwens benieuwd of u weet wat het veefonds is. Ik hoorde vanmiddag iemand die dacht dat het veefonds ging over koeien en over konijnen. En dat, maar het is dus het Fonds voor Vrijheid, voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Weet u dat ook weer? Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren weet niet wat artikel 1 van de grondwet inhoudt. Sommigen hebben wel een vage notie en ze denken dan bijvoorbeeld dat dat artikel gaat over de vrijheid van meningsuiting. Dat vinden ze namelijk zelf eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Maar veel jongeren zeggen het heel eerlijk, ze hebben eigenlijk gewoon geen idee. En dat bleek uit een recent onderzoek dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met anderen heeft gehouden onder een groep jongeren tussen de 12 en de 24 jaar. En eigenlijk vraag ik me wel af of die constitutionele geletterdheid onder volwassenen nou wel heel veel groter is. De laatste keer dat dat is onderzocht was 10 jaar geleden. En toen zei 84% van de ondervraagden dat ze de grondwet niet zo goed of helemaal niet kenden. En dat bleek ook. De ondervraagden kregen 6 vragen voorgelegd om hun kennis te testen. En 94% had 3 of meer vragen fout. En niemand had ze alle 6 goed. Kortom, het is een heel goed idee om met deze nacht weer eens uitgebreid aandacht te vragen voor de grondwet. Nou kun je natuurlijk zeggen, ook al weet niemand precies wat in de grondwet staat, we leven er toch wel naar. Maar uit het programma van vanavond blijkt ook dat er best discussie mogelijk is over bepaalde artikelen in de grondwet en dat er soms ook tegenstrijdigheden zijn. Je kunt je afvragen of sommige artikelen niet zo nu en dan zou moeten worden gemoderniseerd. De discussie daarover bevordert het besef van de grote waarde die de grondwet heeft voor de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht. Voor mij, in alle functies die ik de afgelopen 10 jaar heb vervuld, zijn democratie, rechtsstaat en grondrechten leidende principes. En ook nu ben ik daar als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei dagelijks mee bezig. Elke dag herdenken we op 4 mei de mensen die slachtoffer werden van een dictatoriale bezetting waarin die fundamentele rechten niet bestonden. En op 5 mei vieren we dat we van die onderdrukking werden verlost, bevrijd en dat we weer in vrijheid kunnen leven in een democratische rechtsstaat. En de verdediging van die waarden vormt de kern van het werk van het Nationaal Comité. Maar in mijn vorige functie, ik zei het al, voorzitter van de Tweede Kamer, waren die democratie, rechtsstaat en grondrechten natuurlijk net zo leidend. Toen ik Kamervoorzitter werd, besloot ik 1 artikel uit de grondwet te kiezen als leidraad voor mijn werk. En er staat toen ik het werd, maar eigenlijk bedoelde ik daarmee toen ik de brief schreef waarmee je solliciteert. Want het is de enige openbare sollicitatie. Heel Nederland kan zien hoe je afgaat als een gieter soms. Hè. En dat artikel wat ik toen gekozen heb voor mijn werk, dat was artikel 50. En dat luidt: de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Het is een prachtig wetsartikel dat de kern vormt van het begrip representatieve democratie. De leden van de Eerste en Tweede Kamer vertegenwoordigen niet alleen de mensen met geld of met macht, of alleen de mensen die hier geboren zijn, of alleen de mensen uit de grote steden. Nee, ze vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. En dat betekent ook dat de democratie meer is dan de wil van de meerderheid. We beslissen bij meerderheid, maar altijd met respect voor minderheden. En het betekent dat de Kamerleden echt volksvertegenwoordigers zijn. En dat ze dus ook moeten kijken naar de belangen van de mensen die niet op hun partij hebben gestemd. Zodat de bevolking denkt, kijk, die Kamerleden vertegenwoordigen ook mijn belangen. Kortom, het is een mooi artikel, artikel 50. Maar ik koos het artikel niet alleen omdat ik het zo mooi vind, maar ook omdat er iets mee aan de hand is. Want de inhoud daarvan wordt door grote groepen mensen niet meer als zodanig ervaren. En dat is niet onbegrijpelijk. Voor veel burgers valt het niet mee om Kamerleden te zien als mensen die jou vertegenwoordigen. Omdat ze zo heel anders zijn dan jijzelf. Zo anders praten. En over heel andere dingen praten. De Kamer is bij lange na geen afspiegeling van de samenleving die zij representeert. Die samenleving bestaat namelijk uit jong en oud, allochtoon, autochtoon, universitair geschoold en als vakman opgeleid. Maar als we kijken naar de samenstelling van de Kamer, dan is die echt heel anders.
En ik vind dat politieke partijen zich dat moeten aantrekken. En ik weet best wel dat er meer juristen in de Kamer nodig zijn dan in een garage. Maar er zal wel iets meer afspiegeling kunnen zijn. Ik vind dat je zou moeten praten en nadenken over hoe we de democratie kunt vernieuwen, moderniseren, aanpassen aan deze tijd. En als ik de gelegenheid krijg, dan doe ik daar ook vaak en graag voorstellen voor. Maar als we ons nu beperken tot dit grondwetsartikel, dan vind ik, laten we nou eens kijken naar de samenstelling van het parlement. Na de laatste verkiezingen van maart is die samenstelling van de Kamer er qua diversiteit niet op vooruit gegaan. Er zijn minder vrouwen in de Kamer dan de afgelopen jaren, althans als Kamerlid dan. Hè. Het gemiddelde Tweede Kamerlid is nu een blanke man tussen de 41 en de 50, afkomstig uit de Randstad en voorheen werkzaam als ambtenaar. 2/3 van hen is universitair geschoold, terwijl dat buiten de Kamer geldt voor minder dan 20%. En waarom lukt het partijen nou toch niet om beter te scouten onder mensen met een lagere, andere opleiding dan universitair bij het opstellen van kandidatenlijsten? Mijns inziens maakt gebrek aan verscheidenheid het parlement kwetsbaar. Zo groeit de afstand tussen samenleving en politiek. Je drijft weg van de mensen die je zou moeten vertegenwoordigen. Voor wie Den Haag niet kent, zijn debatten soms nauwelijks te volgen. En heel veel mensen denken, waar hebben ze het over? Dat zijn toch niet echte problemen. Het zijn in ieder geval niet mijn problemen. Een grondwetsartikel is geen verzameling mooie woorden. We moeten er inhoud aan geven. Dus als we zeggen, het parlement vertegenwoordigt het gehele volk, dan moet dat volk ook het gevoel krijgen dat dat zo is. Dames en heren, vanavond en een deel van de nacht spreekt u over de grondwet, over wat er beter zou moeten, over mogelijke vernieuwing en vooral over hoe brengen we de grondwet beter over het voetlicht. Zorgen we dat er meer over gesproken wordt. En ik vind dat een heel mooi idee. En als voorzitter van het Nationaal Comité zie ik het ook als mijn taak om ervoor te zorgen dat het gebeurt. Bijvoorbeeld door op 5 mei ontmoetingen te organiseren waarin we stilstaan bij het belang van een goed functionerende, vrije, democratische rechtsstaat met sterke instituties. En daarom zou ik het ook een goed idee vinden dat 5 mei nu eindelijk eens en voor iedereen ieder jaar een vrije dag zou zijn. Zoals de Nationale Feestdag betaamt. Een dag waarop we vieren dat we ons beschermd weten door onze grondwet. En ook de rest van het jaar zal ik dat natuurlijk uitdragen. De grondwet is een levend ding. Het moet meegroeien met de samenleving. Maar wat vooral ook moet, is dat we er werkelijk na letter en geest inhoud aan geven. Ik wens u een inspirerende avond. Gerdy Verbeek, dames en heren. Fijn dat u ons op deze manier heeft toegesproken. En wilt u hier aan de tafel plaatsnemen? En dat geldt dan ook voor hoogleraar Europees recht en constitutioneel recht Tom IJsbouws. Mag ik ook hem vragen hier aan tafel te gaan zitten? Want de gedachte is dat de heer IJsbouws, nou misschien is hier leuker, want dan kunt u mevrouw Verbeet ook aankijken. Of dat nou zo leuk is. Nou ja, dat weet ik niet. Dat is geweldig. De gedachte is dat u een drietal vragen heeft voorbereid op basis van het verhaal van mevrouw Verbeet. Maar misschien is het goed om in zijn algemeenheid iedereen nog eens even te zeggen, er ligt op bijna ieder zijn stoel ook een grondwet. U gebaart iets? De microfoon, die heb ik hierom. Ja, dat komt helemaal goed. We hebben hier de grondwet die allemaal op de stoelen ligt. Als u wilt, kunt u dat er dus bij houden. Dat is interessant. Dan kun je later eens even bladeren naar het artikel waar Gerdy Verbeet al naar verwees. Artikel 50, de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Daar gaan we straks ook een diepgaander gesprek over voeren, over specifiek dat artikel. We zullen het ook hebben over artikel 1 in relatie tot artikel 6 en 7. Het recht om je mening te kunnen uiten, maar ook het recht om in vrijheid religie en diversiteit te kunnen uiten in relatie tot de gelijke rechten die je zou moeten hebben als ingezetene of aanwezig binnen de Nederlandse grens. En tot slot willen we ook in het derde debat praten over de vraag welk artikel er eigenlijk ontbreekt. En dan gaat het met name over de discussie over de grote internationale bedrijven, u kent die discussie vast, die zich lijken te onttrekken aan een aantal grondrechten, terwijl ze wel actief zijn
op het grondgebied van Nederland. En hoe ga je nou met dat spanningsveld om? Dus we pakken er een aantal dingen uit. We kunnen natuurlijk niet de hele grondwet behandelen, maar we proberen dat wel zorgvuldig en diepgaand te doen. Tom Eijsboos, mag ik jou het woord geven om een aantal vragen af te vuren en het gesprek op gang te brengen? En dan kan het zijn dat ik u af en toe even help of iets verscherp of verduidelijk, maar we zien wel hoe dat gaat. Graag, graag, voorzitter. Majesteit. U vond het fijn om als mevrouw te worden aangesproken, maar onze koningin wil niet, wilde niet als mevrouw worden aangesproken, maar als majesteit. Dat was een beetje ongelukkig. Daarom dacht ik, laat ik u maar eens aanspreken als majesteit. Want u was de koningin van Nederland toen u voorzitter was van de Tweede Kamer. En zeker het belangrijkste instelling in de Nederlandse staatsinrichting. Dat is mooi en groot. Dus ik was zeer bevoorrecht om hier te mogen komen zitten. En het mooie is dat ik had dit boekje natuurlijk meteen gepakt. De grondwet, kunt u allemaal verstaan? Anders moet u... Ik geef iemand de opdracht om mij te alarmeren als dat niet meer zo is. Dank u wel. Komt goed. Ik had meteen natuurlijk artikel 50 ook gepakt. Ik wilde allerlei vragen stellen, maar het stond er al voordat u het erover had. Want dat is natuurlijk gewoon het mooiste artikel uit de grondwet, laten we wel wezen. Te meer omdat het ook heel kort is. Het is één regel. Het staat op pagina... Nou, dat hoeft ik niet te zeggen natuurlijk, maar u kunt het zo in uw boekje vinden. Over dit artikel kun je een leven lang mediteren, nadenken, van mening verschillen. Maar vooral kun je het laten werken als een spelregel. En ik moet natuurlijk hier niet al te lang palaveren, hoewel ik dat zeer graag zou doen. Maar ik wil u wel een vraag stellen. Er staat hier de Staten-Generaal vertegenwoordigt het gehele Nederlandse volk. Dat is uit verschillende oogpunten zeer ambitieus. Heb je ook gezegd. Je moet dan ook weerspiegelen. Je moet van alles doen. Maar er zitten ook wat problematische kanten aan. Bijvoorbeeld, er staat daar het gehele Nederlandse volk. Is er zoiets als het Nederlandse volk? Dat is mijn eerste vraag. En ik wou over dat volk, heb ik net bedacht, niet voorbereid, is veel beter. Heb ik net bedacht toen u erover begon, dacht ik, daar even wat gedachten over wisselen. Wat is dat Nederlandse volk? En dan ga ik toe naar de vraag. Die Staten-Generaal, vertegenwoordigen die niet ook een beetje de Grieken af en toe? Of de Belgen? Klein beetje. Moeten ze daar niet ook een beetje rekening mee houden? Dat zijn de vragen. Wat is dat Nederlandse volk voor u? Kunt u daar eens iets over zeggen? Nou, in uw beleving. Dan kom ik in de discussie van Maxima, van het koekje bij de thee, geloof ik. Nee, niet meteen identiteit. Nee, maar zonder gekheid. Pluralisme is natuurlijk, als er al één kenmerk is van Nederland, is het dat er een grote diversiteit is. Maar er zit er ook een eenheid. Er is iets. Maar, er is het, dus een lidwoord. Lidwoord maakt iets tot een eenheid. Hè? Maar zoals ik het uit... Ik heb die tekst natuurlijk niet geschreven. Maar wat ik mooi vind aan die tekst is dat het benadrukt dat er een gemeenschappelijke opdracht ligt voor de Kamer als geheel. Ja. Dus niet per partij. Maar dat je, natuurlijk zit je daar omdat je gekozen bent op het programma van je politieke partij. Ja. Maar daarover bovenuit stijgt de opdracht om met elkaar, alle partijen op dat moment vertegenwoordigd in de Kamer, te vertolken alle verschillende opvattingen die in de samenleving leven. En dat betekent dat het gebaseerd is dus ook op het erkennen en respecteren van het feit dat er verschillende standpunten zijn in de samenleving. En dat je daar ruimte aan moet bieden. Dat betekent dus ook dat je met interesse naar elkaar luistert. Nou, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Maar het betekent ook dat je iedere keer geïnteresseerd bent of de agenda die je in Den Haag hebt vastgesteld, die vaak voortkomt uit de agenda van een kabinet, hoewel ik vind dat dat vaak te veel primaat heeft. De Kamer heeft daarnaast ook nog zelf het recht van initiatief, zou ook zelf een agenda kunnen maken, doet men ook soms door themacommissies te maken. Maar met name in de vrije ruimte van de Kamer zou je moeten zoeken naar aansluiten bij die vraagstukken die in de samenleving ervaren worden als grote problemen. En we hebben natuurlijk het recht van initiatief. Ook de Kamer kan een petitie indienen, kan zelf met ideeën komen.
Maar daar zijn wel heel veel belemmeringen voor. En ik zou willen dat de Kamer zelf meer op gebrand was om de agenda van het parlement te laten aansluiten, zowel in woordkeus als in tijd, bij de zaken die in de samenleving zelf als grote problemen worden ervaren. Nou is er iemand die dat doet, hè? Geert Wilders. En die heeft het zelfs over een nep-parlement, precies om dezelfde argumentatie die u net in uw verhaal houdt. U vertegenwoordigt onvoldoende, richting Tweede Kamer is dan zijn verwijt, het Nederlandse volk. Het is niet divers, er worden een aantal zaken niet benoemd, er worden zelfs een aantal zaken eigenlijk als taboe verklaard. Heeft hij daar dan een punt? Dat vind ik wel, ja. Dus ik vind dat je nooit je eigen nest moet bevuilen. Dus het woord nep-parlement, dan zegt hij dus over zichzelf dus ook dat hij een nep-politicus is. Hè? Nou, dat zou ik nooit, dat moet een ander trouwens ook niet over hem willen zeggen, want dan heb je natuurlijk alweer een ander probleem. Maar dus dat soort termen zou ik nog nooit gebruiken. Maar dat er een afstand is tussen de problemen in de samenleving, dat is ook een van de dingen die ik bewonderenswaardig vind in dat boekje van David van Rijbroek, die daar toen met die G1000 mee aan de slag geweest is. En ook aan hen gevraagd heeft, dat was dus ten tijde van de financiële crisis, de grote bankencrisis. Wat vinden jullie nou het grootste probleem in de samenleving? En toen noemde, tegen alle verwachting in de Belgen, niet de bankencrisis, maar de Belgen noemden het integratievraagstuk. En dat moet politici te denken geven, waar de afstand zit tussen dingen die mensen dag in dag uit ervaren. En dat zijn natuurlijk ook allemaal verschillende opvattingen, maar je moet toch proberen te kijken of die agenda's bij elkaar aan te sluiten zijn. Goed, dat is waar. Kijk, u hebt het over de diversiteit en over de afstand die het parlement gemakkelijk neemt ten opzichte van de samenleving. Ik zou de stelling willen, bij wijze van vraag, of die afstand niet nodig is. Want er wordt zeer veel geprobeerd door allerlei mensen om, laten we zeggen, de gemoederen van de samenleving direct te verwoorden. Ook door onze vriend, wiens naam ik dus maar even niet zal noemen, maar die wel maar kennen. Een soort Voldemort wordt het dan. Dan wordt het een soort Voldemort, hè? Wiens naam niet genoemd mag worden. Ja, ja, dus Harry Potter. Nee, dat is maar een grapje natuurlijk. Ja. Maar dat mag. Je mag ook grap maken. Dat gebeurt te weinig in dit verband. Maar ook niet ernstig. Kijk, er moet een afstand zijn. Er is een afstand en ik zou dan ook zeggen het ideaal. Ik vind uw ideaal wat eenvoudig. Het ideaal om... Je moet de rimpelingen eigenlijk een beetje... Je hoeft mij niet uit te leggen. Even, nou ja. Laat mij rustig praten. Ik probeer het wat compact te maken voor mevrouw Verbeet, haar antwoord. Ik vind het wat verwarrend dat de vragen van u zo complex zijn dat ik niet meer weet of het nou een vraag is. Maar de vraag of is... een college. Als dat gevoelige deel... Maak de vraag. Mijn vraag was, wat is het volk? En dat is de eerste vraag. Daar mogen we over nadenken. Is dat volk een diversiteit? Absoluut. Ja, maar is er ook een eenheid, heb ik gevraagd. En waar komt die eenheid dan vandaan? Die moet u maken, want u bent de representant. U stelt voor dat volk is een eenheid. En dan... Dat heb ik niet gezegd. Nee, ik wel, want dat staat hier. Vertegenwoordigen is voorstellen en een voorstelling geven van het volk als eenheid. Het volk staat hier. Dus dat is wat academisch, maar ik denk dat je die grondwet, die is natuurlijk een product van... 200 jaar geleden. Nee, van zeer veel denken tot nu toe. En deze bepaling staat ook precies dezelfde in de Duitse grondwet van 1949. En die kunnen dat ook niet verbeteren. En hij staat zelfs in het Europese verdrag van de EU, dat het Europees Parlement. Maar het is toch een... Ik vind het... ik ben vast veel te simpel, dat geloof ik ook wel. Dat vind ik onaardig als u zo begint. Eerst. Maar ik vind het zo belangrijk dat dat we wegkomen als politici, hè, doe ik nu even in mijn oude rol, van het verwijt wat je natuurlijk heel vaak op straat hoort. Jullie komen hier één keer in de vier jaar een keer je neus laten zien in een buurt en daarna zien we je nooit meer. En dat is met name voor de mensen die niet één handdruk verwijderd zijn van iemand in de politiek, is dat een groot vraagstuk. Onder professoren wordt het niet herkend. Maar vraag aan professoren, kent u iemand in Den Haag, steken ze allemaal hun vinger op. Dus die kunnen ze diezelfde avond bellen om van hun hart geen moordkuil te maken. Die mogelijkheid hebben heel veel mensen in Nederland niet. En ik vind dat kunnen we niet op
oplossen, niet helemaal, maar je kunt wel een poging doen om meer nabij mensen te opereren en meer oprecht nieuwsgierig te zijn naar de vraagstukken waar zij van wakker liggen. En ook proberen om daar in de politiek antwoorden op te formuleren. En een van de dingen die ik had willen doen als het kabinet toen niet gevallen was en nog een paar maanden of een paar jaar dan had mogen doorgaan, want ik wilde toen niet meer op de lijst, dus dat was toen klaar. Dan had ik bijvoorbeeld een van die kamervragen die nu gesteld worden op dinsdagmiddag, zou ik hebben laten kiezen op de website van de Kamer door de burgers. Dat die ook gewoon één keer per week kunnen zeggen, waar willen wij nou dat het een half uurtje in de Kamer over gaat. Dat je mensen, en dat mogen heel andersoortige problemen zijn. En dan moet je ook niet te streng zijn met het thema van, ja, maar hier ga ik niet over. Hier gaat eigenlijk inmiddels de gemeente over. Want zo'n vraag kan ook een indicatie zijn voor het feit, bijvoorbeeld als het om de spoorwegen gaat, dat je het wel zo geregeld kunt hebben dat je er als politiek in Den Haag niet meer over gaat. Maar dat volgens de mensen daar wel voor de politiek een verantwoordelijkheid ligt. Ja. En dat moet je ook willen weten. Nou was het tweede punt van IJsbouts toch, aan de ene kant wil je die representatie vormgeven, wil je misschien meer naar die hele diverse bevolking, whatever het volk dan mag zijn, gehoor geven. Tegelijkertijd heb je misschien ook een verantwoordelijkheid om juist af en toe distantie te organiseren. Om niet met elk wissewasje mee te bewegen. Om eigenlijk een soort lange lijn te representeren in plaats van alleen maar het dagelijkse stoommachientje van media en meningen. Maar wat een dédain voor het volk, meneer Boy. Ik bedoel, alsof het volk, natuurlijk, er is een kleine groep mensen die hypt en die alleen maar de extreme zoekt. Maar in de gesprekken die ik heb met mensen buitengewoon redelijk, 8 keer hoger opgeleid dan in de tijd van mijn grootmoeder. Snappen dat je met een rijksbegroting net zo omgaat als met je huishoudboekje, dat niet alles tegelijk kan, dat je moet kiezen. Nederlanders zijn zo buitengewoon verstandig. Ik bedoel, ik denk dat heel veel wetgeving er zeer op vooruit zou gaan als je een dwarsdoorsnee van de Nederlander met elkaar in gesprek zou laten gaan over de voor- en nadelen van bepaalde oplossingen. Dus echt zou laten delibereren, mee zou laten denken. Dat vind ik ook veel intelligenter dan een referendum met alleen maar, ik ben geen tegenstander van een referendum, maar dan moet het ook echt correctief zijn. Maar ik vind dat een veel intelligenter middel dan alleen maar een ja-nee antwoord. Derde punt. Want we moeten gezien de tijd, ja, we hebben geen collegetijd, we zijn iets gecomprimiteerder. Gaat u gang. Nou, ik mag wel even zeggen dat u vertegenwoordigde mij net door te zeggen, en zodanig dat het werd opgevat door onze majesteit, te zeggen dat ik een dédain voor het volk zou hebben. Nee, dat zei ik helemaal niet. Zei meneer Boy. Nee, ik begreep niet wie u dat. Goed, ik geloof niet dat u. Derde vraag. Dat is geen dédain voor het volk, nee. Nee, de derde vraag, die is, sluit erbij aan, het volk. Bestaat dat nu of bestond dat gisteren en in de toekomst? En dan daarbij aangesloten, ik heb ervoor gezorgd persoonlijk, mag ik mij wel toerekenen dat er hier 2 vlaggen stonden? Ja, heel mooi. Ik vind het een groot tekort en ook een domheid van onze Kamer dat men ineens blij is met die Nederlandse vlag daar. Natuurlijk moet die daar staan. Maar er had ter relativering ook een Europese vlag bij moeten staan. Dus ik heb gevraagd dat er hier ook een Europese vlag komt staan. Waar gaat onze grondwet naartoe? Kijk, onze grondwet is niet alleen bedoeld om nu. En ook het voorstellen en het beeldgeven is niet alleen bedoeld voor nu, maar ook voor de toekomst. En ik heb de indruk dat onze grondwet wel eens wordt gezien als een symbool uit het verleden. Een soort trouwboekje dat van onze samenleving dat op de schoorsteen staat. En daar kijken we naar met enig, wat zal ik zeggen? Vertedering. Vertedering. Hè? En af en toe als het moeilijk wordt. En daarnaast staat er een trouwfoto, dat is dan de vlag, zullen we maar zeggen. Dus, enzovoort. En als dat boekje tevoorschijn wordt gehaald en op zijn letter wordt nagekeken, is dat een teken van onvrede, zullen we maar zeggen. Maar wat ik wilde vragen is dit. De toekomst zit daar ook in die grondwet. Namelijk, we hebben vroeger een afspraak gemaakt. Er is een afspraak voor ons gemaakt. Maar wij moeten ook met die grondwet naar voren toe. Dus over 50 jaar hebben wij nog steeds die grondwet. Over 100 jaar ook, als het goed is.
Hebt u daar een ervaring mee dat die grondwet niet een beetje af en toe wordt gezien als een relict uit het verleden, als een symbool, nou, enzovoort? Dat vind ik niet. Ik denk wel dat de Kamer zelf, misschien nog wel meer dan de samenleving, ik denk dat de behoefte aan verandering in de samenleving minder groot is dan die in de Kamer. Dus in die zin zou het niet gek zijn als de samenleving wat vertraging, want verandering in wetgeving betekent voor mensen altijd ongemak. Dus dat is op zich niet hun geluk bevorderend. Hè. Die taak hebben we toch. Maar ik denk dat de grondwet soms heel impliciet uitgaat van dingen die in die tijd gewoon waren. Niet een voorbeeld uit de grondwet, maar uit de praktijk van het reglement van orde. Was ook een ding wat lang ontstaan is. Daar stond bijvoorbeeld een 2-minuten-debat. Op een gegeven moment vroeg iemand mij, er waren natuurlijk heel veel nieuwe mensen tegelijk, toen die... Dat de kiezersvoorkeur zo wisselt, krijg je steeds Kamerleden met een jongere verblijfsduur in de kortere verblijfsduur in de Kamer. En toen was de discussie van hoe lang duurt een 2-minuten-debat? Ik zei, nou, lijkt mij 2 minuten. Dat staat nergens. Ik zei, nou, het heet zo. Maar dus je moet dan op een gegeven moment dingen veranderen, omdat het blijkbaar voor mensen niet meer vanzelf spreekt. Dus dat soort dingen. Je zou de grondwet moeten verduidelijken. Het moet eigenlijk een oefenboek zijn, een werkboek, en niet een tekstboek. He, dus je zou ermee aan het werk moeten. Een ander ding is dat je soms op dingen die vroeger, dat hoef je niet te regelen, bijvoorbeeld de zorg. Ik denk dat er in de toekomst wel eens een recht zou moeten vastgelegd worden op menselijke zorg. Want straks krijgen we misschien wel een wasstraat en een droogstraat en een operatiestraat en een eetstraat. En dat je bij wijze van spreken ziek bent en nooit meer een mens ontmoet, omdat dat voor het herstel niet per se nodig is. Het kan allemaal met robots. Maar het is toch wel prettig als je als grondrecht hebt dat je ook nog eens een mens aan je bed ziet. Dus het kan zijn dat er in een bepaalde ontwikkeling behoefte is aan nieuwe grondrechten. Mag ik jullie dan beide vragen ter conclusie? Want de heer IJsboud zegt natuurlijk ook, wat is eigenlijk de manier om die actualiteit in relatie van de toekomst te vinden met die grondwet? Er is in andere landen afgesproken, er is een constitutioneel hof. Je kunt elke keer opnieuw die grondrechten toetsbaar laten zijn. In Nederland hebben we dat niet. Dat staat niet in onze grondwet, er is geen constitutioneel hof. Zou dat u geholpen hebben als politica? Vindt u dat u als hoogleraar dat interessant zou kunnen zijn om die actualiteit en dat kijken naar de toekomst juist elke keer opnieuw in het debat te brengen? Nou, ik ben voor een constitutioneel hof, ben ik altijd geweest. Dat is een voorstel van Femke Halsema, dat heeft het toen uiteindelijk niet gehaald. Ik denk wel dat je moet kiezen of een Eerste Kamer. Daar wil ik niks onaardig zeggen, want het zit, ja, ik ben al jarenlang voor het opheffen van de Eerste Kamer. Maar ik snap dat het zijn ontzettend goede mensen die goede boeken schrijven en zo. Maar ik vind, je moet het niet dubbel opdoen. Maar ik vind dat nu de Kamer zich, zeker in de vorige periode, steeds politieker gaat opstellen, de Eerste Kamer. Dat daarmee de behoefte aan een constitutioneel hof eigenlijk alleen maar toeneemt. Maar wij hebben in Nederland het standpunt dat als de Kamer een wet vaststelt, de Kamers, hè, de Eerste en Tweede Kamer, dat het daarmee dan dus de wet is. En de toetsing is volbracht. De toetsing is volbracht. Dat, moet, ja. Dat is de taak van de Eerste Kamer. Ja, dat treft dat u me dit vraagt. Vanochtend heb ik in de Volkskrant een stukje geschreven over de nationale soevereiniteit en de EU. En daar speelde het Duitse Grondwetshof een grote rol in. Ja. En mijn ervaring met dat Duitse Hof, en die is zeer groot, die ervaring, is zeer ongelukkig. Namelijk in vergelijking met wat er in Duitsland in de politiek gebeurt. En die Duitse politiek is onmiskenbaar zeer sterk en goed. Hè? Je kunt niet een betere ontwikkelde politiek hebben in een land of wensen in Europa. In vergelijking daarmee is dat Hof een legalistisch, archaïsch bolwerk. Dat zeg ik als jurist, als staatsrechtjurist. Mensen zijn compleet de kluts kwijt. En zoiets heeft zich daar ontwikkeld in een soort eigen sfeer. Daar lopen een hoop staatsrechtgeleerden achteraan die de kranten vullen met wereldvreemde kletskoek over soevereiniteit enzovoorts. Daar lopen weer Nederlandse staatsrechtgeleerden achteraan die zeggen dat onze soevereiniteit door de Europese Unie wordt opgegeten. Dat is namelijk, komt allemaal uit diezelfde sfeer. Dat vind ik niet een inspirerend voorbeeld, als ik het zo mag zeggen. En ik ben, er zijn andere hoven in Europa, er zijn er een heleboel landen vergelijkbaar, die ook allemaal sterk de neiging hebben om achter dit Duitse hof aan te lopen. Het is een wereldvreemde verzameling rechts, wat zullen we zeggen, legalisten, die nog, waarvan de traditie teruggaat vrij direct
op het gedachtegoed van Hitler. Ik heb daar ooit een column over geschreven. Die luidde, waarvan de titel luidde, Ein Land, Ein Reich, Ein Volk, Ein Richter. En toen kreeg ik heel Nederland over me heen. Maar ik denk nog steeds dat ik daar gelijk in had. Dat was het zogenaamde Lissabon-oordeel daar. Die rechters die gaan zich voorstellen, dat is wel interessant, omdat de politiek niet goed functioneert, dat zij de vertegenwoordigers zijn, de echte vertegenwoordigers zijn van het oervolk in Duitsland. Hè, dat is volk. Dat is een beetje eng dan. Dat is eng, maar dat is echt waar. Je weet niet wat je leest. Goed, en, dus met andere woorden. Dus ik ben er tegen. Ja, u bent er tegen. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken. Maar nog één. Het stukje, ik heb mijn stukje nou, hier voor jullie liggen. Een hele korte opmerking, want we moeten ook gezien de tijd op het, door. Wat in de discussie over de vlag in de Tweede Kamer ontbrak, was de wetenschap dat er op het gebouw van de Tweede Kamer zowel een Nederlandse als een Europese vlag wapperen. En die wapperen daar heel mooi. En dag in dag uit. En dat zou ook heel mooi zijn als dat in de zaal zou zijn. Dank. Goed, dank jullie wel. Dank je wel. Zoals al even aangekondigd, wij hebben af en toe een intermezzo om ook even de benen te strekken en misschien wat te kunnen drinken. En dat intermezzo dat wordt vervolgens muzikaal omlijst door twee geweldige muzici. Baki Djemane, die zingt, u heeft haar al gehoord, en Vincent Arp begeleidt haar op de contrabas. Wij gaan nu even kort pauzeren en komen zo met de eerste debatronde bij u terug. Tot zo. Savoy, the home of sweet romance. Savoy, it wins you at a glance. Gives happy feet a chance to dance. Your lips so warm and sweet as wine. Your cheeks so soft and close to mine. Just like a clinging vine. How my heart is singing while the band is swinging. Never tired of rubbing. Stomping with you at the Savoy, what a joy, a perfect holiday where you can glide and sway. That let me stomp away with you. Savoy, the home of sweet romance. They win you at a glance. Give happy feet a chance to dance. Your lips so warm and sweet as wine. Your cheeks so soft. Just like a clinging vine. Oh, how my heart is singing while the band is swinging. Never tired of rubbing and stomping with you at the Savoy. What joy, a perfect holiday Savoy where you can glide and sway. They let me stomp away with you. Romance, it wins you at a glance. It gives you stomping feet to dance. Your lips so warm and sweet as wine. Your cheeks so close and soft. Your form just like a clinging vine. How my heart is singing while the band is swinging. Never tired of romping and stomping with you when the Savoy. What joy, your perfect holiday Savoy, where you can glide and sway. They let me stumble away.